2, 1, Delta, Oscar. Momenteel bevinden wij ons in Noorwegen. We zijn druk bezig met een oefening in het kader van operatie Flotec Silver, waarbij mariniers-eenheden trainen op de stranden van Bodø. We voeren landingsoperaties uit en zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een amfibische raid. In dat de mariniers met een landingsvaart aan het strand opkomen, de klep gaat naar beneden ja. En vervolgens zullen ze zich uitspreiden in het voortrijden. Omdat Noorwegen een fantastisch oevergebied is, nou, u hoort de helikopters op de achtergrond. Je hebt hier water, je hebt open zee, je hebt fjorden, je hebt kleine eilandjes. Het is een ingewikkeld gebied, geografisch. Het is altijd in de winter en de herfst vervelend, koud, miserabel, nat weer. En dat is prima om te oefenen. Ja, soms zit je in Aruba, soms zit je in Noorwegen en waar we dan ook trainen, dat maakt voor ons niet uit. Wij moeten gewoon ons werk doen en of dat nou met kou is of met zonneschijn, wij staan gewoon voor wat wij vertegenwoordigen. De achterliggende gedachte is altijd, als je hier kan overleven, dan kan je dat overal ter wereld. We blijven professioneel, pokerface op en we doen ons werk.